pakket van Naked gekregen. Hij past gewoon. Ik film mezelf natuurlijk nu in bikini en zet het op YouTube. Oh my god, ook op mijn kin. Helemaal leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 9 juli. En dit is weekvlog nummer 43 volgens mij. Ik weet het echt niet. Maar het is vandaag dus maandag. En ik ben mijn vlog aan het bewerken. Die staat daar op tafel. Want die moet straks online. Het is pas 11 uur of zo. Maar ik heb vanmiddag rijles van 2:30 tot 3:30. En daarna ga ik naar Charter. Want die gaat morgen op vakantie. Maar die vroeg of ik haar benen wil darsen. Dus dat ga ik doen na rijles. Dus ik dacht, dan doe ik nu alvast mijn video. Anders staat die straks weer niet op tijd online. Het is vandaag wel wat minder lekker weer. Het is de afgelopen week eigenlijk echt weer geweest om lekker in de tuin te zitten. Het is nu wat minder, maar wel heel erg benauwd. Ik vind het echt super warm. Maar goed, een goed verhaal. Ik ga deze week eigenlijk volgens mij niet heel erg veel doen. Althans, dat staat op de planning. Want iedereen, behalve Eep en Dagmar, voor de rest gaat iedereen deze week op vakantie. En het is zo saai. Iedereen gaat ook echt vrijdag weg. Of nou, Char gaat ook morgen weg. Maar de rest gaat vrijdag weg. Maar goed, het wordt wel lekker weer. Dus ik ga gewoon lekker in de tuin liggen. En volgende week, dinsdag en woensdag, moet ik extra werken. Dus dat is ook lekker. Maar goed, dat is pas volgende week. Dus ik weet niet waarom daar ik nu al over praat. Ik ga even ontbijten, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Ga ik zo meteen even body uitlaten, die er lekker op de bank ligt. En wacht op mijn video's. Klaar is met bewerken. Of zeg maar, ik heb hem al bewerkt, maar ik moet nog laden. En ik ga Ex on the Beach kijken. De aflevering van gisteren, want die heb ik nog niet gekeken. Dus die ga ik ook kijken. En even wat eten maken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En het is echt best wel vies weer buiten. Echt zo jammer. Ik weet niet of je het... Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is best wel bewolkt en zo. En vanmorgen miserde het ook een beetje, maar goed. Ik wilde eigenlijk vandaag niet zo heel veel gaan doen. Ik wilde naar de Action eventjes om after sun te halen en alvast wat dingetjes voor de vakantie. En daarna mijn kamer opruimen. Maar Janie appte net of ik mee ging naar de IKEA. Dus dat gaan we doen. Janie is even aan het douchen thuis en dan komt ze me ophalen en dan gaan we naar de IKEA. Ik ga eerst even mijn bed opmaken, because dat is hard nodig. En morgen maar mijn kamer opruimen, want dat is ook echt een zo. Ik weet niet, echt niet hoe het kan, maar vroeger als ik mijn kamer had opgeruimd, bleef het echt wel een maand opgeruimd. En nu als ik het heb opgeruimd, bleef het 2 dagen opgeruimd. Maar Miu is ook geweest en die maakt altijd echt een tering van mijn kamer. Dus misschien dat het daar komt. Ik ga even mijn bed opmaken, wachten tot Jane er is en dan gaan we naar de IKEA. En vanavond ga ik uit eten met mijn vader, gezellig met z'n tweeën, dus dat is ook heel erg leuk. En daarna ga ik bij Miu slapen. Dus, leuke, drukke dag. Shirtje wat ik trouwens aan heb is van My Jewelry. Oh my god, waarom kan ik dat woord niet uitspreken? My Jewelry. My Jewelry. Gewoon mijn sieraden, maar dan het Engels. Maar jullie weten wel welke website ik doe. En mijn zwarte flare. En ik weet nog niet welke jas ik erbij aan ga doen. Maar ik denk wel dat ik mijn blauwe Michael Kors tasje meeneem. Want daar past mijn camera in. En in mijn Furla tasje past die niet. Dus ik denk dat ik deze meeneem. Lekker veel kleurtjes vandaag, maar goed. Doei. We zijn dus op de scooter naar de IKEA. Volgens mij is die ingezoomd, of niet? Ja, dacht ik al. Het stond wel heel dichtbij. Gaan we onze banken meenemen op de scootertje? Kijk even waar Janie trouwens net tegenaan knalde. Heel voorzichtig naast het paaltje geparkeerd, knalt ze tegen het paaltje daarvoor aan. Ja, ik dacht ik kan nog wel naar voren. Maar... Mensen vonden trouwens jouw stukje in mijn video dat je ging zingen echt heel... Iemand zei crunch, cringe of zoiets? Ik weet niet. C-R-I-N-G-E. C-R-I-N-G-E. Cringe. Cringe. Weet ik niet. Volgens mij gewoon dat ze het heel lelijk vonden. Want hij zei een dislike voor je vriendin die dat cringe liedje zingt. Dus ik denk gewoon lelijk. Nou meid, dan kijk je lekker niet. Ook goed. Later. Oké, okay, James, allemaal foto's aan het maken. Van allemaal keuken. Welk vond je nou mooi? Die zwarte daar, hè? Ja, maar hij was wel goed. En deze vond je ook mooi? Ja, daar kan nu even geen foto's. Nee, maar die dingen? Voor mij was het ja, bijna. Een small idea of dingen. Wat is dit, Jane? Je filmt ook echt alleen je mond. Deze spiegels vind ik echt leuk.
kijk, dit soort spiegels vind ik echt leuk. Dat je dat dan zo langwerpig hebt. Dat is toch kut? Kan dat denk je mee op de scooter? Dit. Oh, maar dit is wel handig. Want bij ons is het altijd een tering doordat er overal schoenen staan. Dit moet jij ook, Jane. Dit heb jij nodig in het leven. Eeuw, is dat echt brood? Nou, het lijkt wel op echt brood, maar het is gewoon een echt? Oh ja. Oh, dit, is een dit doet me een beetje denken aan het kinderdagverblijf. Hier, kijk, die is ook nu vrij zing. Deze lamp is ook leuk. Kijk hoe leuk deze lamp is. Je moet dit even Scola laten staan. Scola? En ze deze speel. Niet ons probleem. Nou, hij is... Hij is niet zo duur. 2,11. Ja, wel. Kijk hoe leuk dit kamertje is. Oh mijn god. Oh. Deze kast vind ik echt... Oh, deze spiegel is echt heel leuk. Ik wil dit ding hebben. Ik weet niet waarvoor. Kijk, en hier kan je... Oh, wat handig. Zie je wel. Kapot leuk. Ik wil dit ding hebben. Ik weet echt niet waarvoor, maar ik wil hem wel hebben. Voor je appels. Ik eet geen appels. Ik eet geen groente. En deze kast vind ik ook heel leuk. Alleen, ik denk dat dit heel snel vies wordt. Maar ik denk dat we echt... Oh, en een leuk bankje. Oh, even zitten hoor. Mag ik vertellen waarom we dit allemaal aan het uitzoeken zijn, Jane? Zijn we het aan het uitzoeken? Voor onszelf. Ja, oké. Oké. Ik kom even bij je op bed ploffen. Hij ligt ook wel lekker. Echt? Maar het is best wel een klein bed hoor. Ja, dit is denk ik... Dit is mijn... Hoe groot is deze? Oh, wacht. Dit bed is één... Mijn bed is nog kleiner. Deze is... Jane. Ja. Dit bed is 1,60 bij 2. Mijn is 1,40 bij 2. Mijn bed is nog kleiner dan deze. Dan lijkt het misschien gewoon klein. Ja, want dit is de maat die mijn ouders hebben volgens mij. Hij is wel leuk. Oh, die lampen die ernaast zijn leuk. Kijk die. Jongens, ik heb alvast een roller. Voor de katten van Miu thuis. Wat? Ik weet niet, eerst zei ik altijd alles moet wit, maar nu vind ik short eigenlijk ook wel leuk. Tegenwoordig. Oh, en heb je hier de badkamer? Zitten er mensen? Nee. Vorige keer zat jij in dit bad toen wij hierheen gingen. Ja. Wc. Dit is, weet je hoe fucking handig dit is? Het is wel echt heel lelijk vind ik, maar het is wel echt kapot handig. Even lekker kakken. Dan kunnen je kinderen ondertussen. Een bad? Nou, topplan. Kan je onder... Ligt je man lekker op? Zo, dat is chill. Ligt je man lekker op bed te slapen? Jij zit te kakken, kinderen in bad. Topleven heb je dan. Ik ben wel alleen iets te klein voor deze spiegel. Ja, maar die kunnen we wel lager voor jou. Oké, top. Deze heb ik op mijn bed. En heel veel mensen vragen altijd waar deze van zijn. Van Ikea. En dit is de gele. Dan heb ik ook nog de grijze. Maar die hangt. Oh, die hangt hier zo. Deze. Waar is Jenny? Oh, daar. Koekoek. Hoi allemaal, het is vandaag woensdag. Woensdagmiddag al, want gisteren nadat ik naar de Ikea was geweest, ben ik met mijn vader het eten geweest en daarna naar Miu toe gereden. En daar ben ik nu van thuis. Ik heb even lekker gedoucht en ik heb mijn badjas aan. En ik dacht, ik hou mijn badjas ook maar even aan, want ik heb weer een pakket van Naked gekregen. Ik mocht weer wat dingetjes uitzoeken. Ze hadden mij maandag, was dat? Ja, maandag hadden ze mij een berichtje gestuurd of ik het leuk vond om weer wat items uit te zoeken. En dat vind ik natuurlijk heel erg leuk. Vooral van Naked, omdat ik hun kleding gewoon echt heel erg leuk vind. Ik heb ook weer een kortingscode voor jullie. Die zal ik even hier in beeld zetten de hele tijd. Want dan krijg ik weer 20% korting op de gele collectie van Naked. Ik heb 3 dingetjes voor mezelf uitgekozen en 1 ding voor mijn moeder. Ik kreeg maandag dat mailtje... Gisterochtend had ik doorgegeven wat ik wilde hebben. En het is nu al binnen. Dus echt super snel. Dus laten we maar even gaan kijken. Die zak was al een beetje open. Ik weet niet of mijn moeder dat had gedaan of dat dat zo was. Maar wat echt super gaaf was. Of nou gaaf, zeg maar echt wel heel erg leuk vind ik.
Ik was heel erg lang op zoek naar Levi's broeken, Levi's broeken. Eigenlijk lange broeken, maar shortjes zijn natuurlijk ook altijd welkom. En je krijgt een linkje bij Naked als je dan, als ze je benaderen voor samenwerking, krijg je een linkje waaruit je mocht kiezen. En er stonden gewoon Levi's spijkershortjes tussen. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon mijn kans grijpen. Ik ga gewoon twee spijkerbroekjes kiezen. Dus dat heb ik ook gedaan. Het zijn de Levi's 501 Waist. Oh, dat is de maat. Maar in ieder geval maat 25 heb ik hiervan. Maar dit is dus een gewone spijkerkleur. En het zijn dus shortjes. En daarvan heb ik ook een witte. En dat is dus de Levi's 501. De prijs is, zal ik even in beeld zetten hoeveel ze normaal kosten. En hoeveel ze zullen kosten als er 20% van afgaat. Die, ik ga ze zo meteen uit de pak nader. Ik heb nog een trui in deze echt super mooie kleur. En nog in deze jurk voor mijn muur. Oké, laat ik maar even beginnen met die spijkerbroekjes. Ik heb ze dus in de maat 25. En ik wist zelf niet zo goed welke maat ik nodig had. Want ik koop eigenlijk altijd broeken in maat 34, 36. Maar ik ben gewoon naar de Levi's site zelf gegaan. Om te kijken welke maat ik nodig had. En ik denk dat ik deze wel pas. Althans, dat hoop ik. Hij ziet er wel een beetje groot uit. Oh my god, ik hoop echt dat ik hem pas. Oké, maar in ieder geval deze. Een witte. En dit is dus dat nummer wat ik al had gezegd. En volgens mij zijn dit ook de enige Levi's shortjes op Naked die ze hebben. Zeg maar nummer 501. Maar in ieder geval deze witte dus. En even kijken. Dan heb ik ook nog gewoon een spijkerkleur hiervan. Want ik had wel al twee spijkershorts. Maar eentje kwam van de H&M en eentje van de Zara. Dus ik dacht, ja, doe ik gewoon nu deze kleurtje. Je had ook nog een ander lichtblauw kleurtje, maar die vond ik eigenlijk iets te licht. Maar deze. En deze is ook in datzelfde nummertje. Dan deze trui. Eerst wilde ik een rode, maar toen zag ik deze kleur en die vond ik ook echt heel gaaf. Dit is de voorkant. Gewoon heel simpel vanaf de voorkant. Maar bij de achterkant is hij heel erg leuk. Hij heeft namelijk een V-hals op je rug. En dit knip ik er altijd uit. Sommige mensen laten denk ik zitten, maar ik knip dat er altijd uit. Maar het is gewoon een hele simpele trui. Echt een heel mooi kleurtje. Op de site stond dat hij Raspberry heette. Maar het is eigenlijk gewoon een beetje donker, heel donker paars, rood, een beetje aubergine kleur ofzo. Maar ik, ja, op camera komt hij anders over. Misschien dat ik het straks beter kan laten zien. Maar deze dus. Met een gat op of VV-hals. En deze heb ik in een maatje XXS. En dan die jurk voor mijn moeder. Even kijken. Dat is deze. Even kijken hoe die zit er. Oh ja, zo. Hier heb je zeg maar je hoofd. En dan heeft hij van die off-shoulder mouwtjes. Of althans, er is een stuk uitgesneden bij die mouwtjes. Dit zijn de mouwen. Ik kan dit echt zo niet laten zien. Ik zal even een plaatje hier in beeld zetten hoe het bij het model was. Dan heeft hij hier een band. En voor de rest is het gewoon een lange jurk. Van achter heeft hij ook zo'n gat hier. En deze heeft ze in een maatje 36 besteld. Maar ik kan dit nu niet zo goed laten zien. Maar ik zal even hier een plaatje zetten. Of daar, weet ik veel. Hoe die zit op het model. Want dan kan je het wat beter zien. Ik ga nu even die trui en die shorts passen. Ik hoop zo erg dat die shorts passen. Oh my god. Oké, dit is die trui. Ik vind die kleur echt super mooi. Ik heb hem dus in een XXS besteld. En ik raad wel heel vaak aan bij Naked om een maat kleiner te bestellen. Dit is de rug. Zeg maar, wacht, dat kaarsje doe ik even erin. Dan kan je misschien wat beter zien. Ja, ik vind dit gewoon echt super mooi staan, zo'n rug. Gewoon laag uitgesneden. En ik vind die kleur echt super leuk. Ik denk dat ik hem zelf, met mijn eigen code, nog een paar keer in een ander kleurtje ga bestellen. Want je had echt iets van 15 kleuren of zo. Dit is echt een hele mooie trui. Vooral die rug zo vind ik echt heel erg mooi. Als je bruin bent ook. En oh my god, jongens. Het broekje, hij past gewoon. Hij past echt perfect. Hij zit ook echt perfect. Ik vind het wel zeg maar een beetje raar dat dit, zeg maar, dit zit los. Dus het is op zich wel mooi. Maar ik had het chiller gevonden als dit nog vast had gezeten of zo. Want nu heb je hier, nou ja, snap ik wat ik bedoel. Maar hij zit echt super mooi. Oké, hij is misschien iets hier zo. Maar doe ik gewoon een riempje eromheen. En hij is niet echt high-waisted. Maar hij is ook niet, ja, ik weet niet. Oh, ik vind hem echt heel mooi. Ik ben er echt heel erg blij mee.
ik ga even die witte passen. En dit is de witte. Eigenlijk gewoon precies hetzelfde, maar dan in het wit. Wat wel is trouwens, wat ik vergeet te zeggen. Die knoopjes, zeg maar. Je hebt geen rits of zo. Je hebt allemaal knoopjes waar die mee in gaat. Maar dan blijft hij wel juist lekker goed zitten. Dus dit is die witte. Die vind ik ook echt heel erg mooi zitten. Bij die witte heb ik wel dat die hier iets groter is, zoals je kan zien. Maar als ik er gewoon een ringje omheen doe. Want het is niet, zeg maar, hij steekt alleen uit als ik hem zo doe. Voor de rest zit hij wel gewoon echt heel erg mooi. En ik vind die trui echt zo leuk. Ik vind die rug echt heel erg leuk. En je ziet het ook in de spiegel daar. Echt leuk. Ja. Oké, dit is de jurk van mijn moeder. Draai zo'n rondje, mam. Wacht, blijf staan. Dan heb je hier aan de achterkant is die zo open. En dan sluit je hier met een knoopje. En dan gaat hij zeg maar zo. Dan gewoon die mouw zo. En het ongeveer de helft van je kuit. Zoiets. Oké, dankjewel. Ik ben zo blij met deze items van Naked. Ik denk dat ik nog nu het... Ik heb nu 3 keer samenwerking met ze gehad. Ik denk dat ik nu het allerblijst ben. Die broekje staat echt perfect. Want het was wel een beetje gokken zeg maar, met de maat. Want ik snapte niet zoveel van de maattabel op Naked zelf. Dus ik heb op Levi's gekeken op die site. Daar kwam ongeveer uit 24, 25. Dus mijn moeder zei neem maar gewoon 25. Dus ik ben zo blij dat ik maat 25 heb genomen. En die trui is echt goddelijk. Ik ga hem echt denk ik oprecht. Straks van de winter. Oh, maar is het ook zo mooi. Van de winter ga ik echt die truien zelf nog kopen in allemaal andere kleuren. In het rood, in het kobalt, in het grijs. Echt, oh my god. Dus ik wil Naked echt super erg bedanken. Ik heb deze claim dus opgestuurd gekregen. Dat wil ik wel even erbij zeggen. Maar als ik het niet mooi had gevonden, had ik het ook gewoon gezegd. Maar ik vind het echt love it. Oké, ik heb me even ik heb me even omgekleed. Ik heb even een trui aangedaan. Deze is van Zoe Carson en mijn flair. En ik ga nu naar Mewtwo again. Ik blijf daar vanavond slapen. En als het goed is gaan we zo meteen even naar de Bijenkorf. Want er is heel veel sale. En ik wil gewoon even kijken wat er allemaal is. Dus als het goed is gaan we nu naar de Bijenkorf. Het is 6:15. Ga ik naar Mewtwo. Want de Bijenkorf is tot 8:00 open. Ga daarin blijf ik daar slapen. En dan morgen ga ik hem denk ik helpen met zijn koffer inpakken. En naar huis. Want Mew gaat morgen nacht. Zeg maar donderdag of vrijdagnacht. Gaat hij op vakantie met zijn vriend naar Alpenveren. Dus dat is echt super leuk. Maar dan zien we elkaar een week niet. Dus vandaar dat we 2 nachten achter elkaar slapen. En gewoon gezellig. Dus daar ga ik nu naartoe. En ja, doei. Oh ja, maar het is vandaag donderdag. Donderdag eind van de middag eigenlijk alweer. Ik kom net thuis. Als je iets hoort, mijn broertje en Gil. Zeg maar, dat is het broertje van Janie. Maar ook een vriend van mijn broertje. Die zijn aan het PlayStation. Dus als je geschil hoort, dat zijn zij. Maar het is dus donderdagmiddag. Ik heb Mew soort van uitgezwaaidachtig, want die gaat vannacht op vakantie. Die gaat, heb ik al gezegd, met zijn vriend naar Albu. Dus dat is heel erg leuk. Die komt volgende week vrijdagavond terug, volgens mij of zo. Ze gaan een weekje. Ik ga zo meteen heel even naar de Action. Echt, ik heb zoveel haaruitval vandaag en gisteren. Oh, maar dat is echt niet normaal. Maar ik ga denk ik even naar de Action, want ik heb voor vakantie... Oké, ik ga pas over precies 3 weken op vakantie, maar... Ik heb wel vast wat dingetjes nodig. Ik heb ook een lijstje gemaakt met wat ik allemaal nog nodig heb. En ik wil heel even daar kijken. Omdat ze daar altijd heel vaak bijvoorbeeld After Sun en zo hebben van Garnier. En bij de Kruidvat kost die meestal 6 euro. Dat is ook niet heel duur. Maar waarom zou je voor 6 euro bij de Kruidvat kopen als je precies dezelfde bij de Action voor 2 euro kan vinden? Dus daar ga ik denk ik even heen rijden. Ik ga eerst even een filmpje afkijken. Ik ben even vlogs aan het kijken, dus dat ga ik eerst afkijken. En dan ga ik daarna even naar de Action rijden. Als ik terugkom van de Action ga ik dit denk ik even uitproberen. Ik heb het van dit merk ontvangen, van May Beauty heet het. Dus ja, een kwast had ik gekregen om het mee aan te brengen. En dan heb ik dit gekregen. 8 van die soort cupjes zijn het. En dit is een face gel. En dan, ja, dit verwijdert eigenlijk de dode huidcellen. Je brengt dit aan, je gaat over je gezicht heen zeg maar rondjes draaien. Het is eigenlijk gewoon een soort van reinigingsgel. Waardoor je het even over je gezicht zo moet aanbrengen. En dan laat die dode huidcellen los. En dit zijn gewoon die zakjes van die zwarte maskers voor je poriën. Dus ik denk dat ik dat straks even ga doen. Want vorige week was ik in de zon een beetje verbrand. Dus ik krijg nu ook allemaal schilfertjes op mijn hoofd. Dus daar gaat dit ook mee weg. En van het weekend wordt het weer lekker weer. Dus als ik dan in de zon ga zitten, heb ik gewoon een... fris gezicht om mee in de zon te zitten, zeg maar. En deze weet ik niet of ik ga doen, want ik heb niet echt last van poriën nu. En ik had dit, wanneer was dat? Zaterdag had ik dit ook al uitgeprobeerd met Mew.
Dus ja, ik denk niet dat ik het nu nog een keer ga doen. Maar als ik het ga doen, laat ik het wel in de video zien. Ik heb voor beide ook voor jullie een kortingscode. Voor anderen wel een andere kortingscode. Deze van die reinigingsgel, zeg maar, die facial, zal ik even hieronder in beeld zetten. En die van die zwarte poriummasker zal ik hier even onder in beeld zetten. Voor 20% korting. Dus dat is hartstikke chill natuurlijk. En ja, en deze kwast, jongens. Oh my god, ik weet niet of je het kan zien. Maar hij is zo lekker zacht. Hij is echt... Oh. En deze is zeg maar heel chill. Want je kan toen met mijn neus, met Mio, deed ik gewoon zo. En je had zeg maar wel al die vorm. Je moest nog wel even dikker aanbrengen. Maar oké. Prima. En ik heb deze producten gekregen van Maybeauty om uit te proberen. Ik krijg er verder niet voor betaald ofzo. Maar ik heb het wel gewoon gekregen. Dus ik geef wel gewoon... Als het niet werkt, zeg ik dat ook gewoon eerlijk. Dus ja. Maar ik ga eerst even video afkijken naar de Action en dan dit proberen. Dus doei. Oké, ik ben thuis. Niet van de Action, want ik had echt geen zin om naar de Action helemaal te rijden. Maar ik had wel even wat dingetjes nodig, alvast voor vakantie. Want bij de Ethos waren deze in de aanbieding. 1 plus 1 gratis en ik gebruik deze altijd. En de mijne was... Even kijken. Echt... Bijna leeg, zoals je kan zien. Er zit eigenlijk niet eens meer olie in, maar oké. Dus ik heb even nieuw gekocht. Of was eentje om gewoon mee te nemen op vakantie. En eentje voor thuis. Oh, dus. En, wat me heel erg leuk leek, was... Ik wil heel graag mijn haar verven. Maar ik wil ook heel graag mijn haar laten groeien. Dus eigenlijk wil ik het niet verven. Als ik het wil verven, weet ik niet of ik het bruin of lichter blond wil maken. En van Goo heb je dit. Van die mousse die je haar kleurt. Dus deze is ook 1 plus 1 gratis. En ik zag dat en toen dacht ik, oké, ik ga het gewoon proberen. Dus ik heb deze donkerbruin meegenomen. En wordt je haar dus, ja, hier staan die kleuren op welke kleur haar je dan krijgt. Maar ik heb geen van deze bovenste kleuren, dus ik heb geen idee. Maar na 3 wasbeurten is het eruit. En ik heb deze meegenomen. Dit is zilverblond. En mijn haar zal dan denk ik ongeveer... Ja, mijn haar is wel donkerder dan dit bovenste plaatje natuurlijk. Maar ja, ik weet niet precies. Maar het leek me wel erg leuk om uit te proberen. En deze zijn normaal 6 euro per stuk. En dit is maar 3 euro. Dus. Maar ik ga dat nog niet nu uitproberen. Want zaterdag moet ik werken. Zondag. Nee, dinsdag moet ik werken. Woensdag moet ik werken. Dus anders als ik het nu erin doe. Is het er gewoon door het zwemmen uit. En dat vind ik zonde. Dus ik ga denk ik woensdagavond doen. Dat als Miu terugkomt van Albu vrijdag of zaterdag. Nee, ik zie hem denk ik zaterdag pas. Als hij dan terugkomt dat hij helemaal in shock is. Nee, grapje. Maar ik weet nog niet. Ik denk dat ik eerst die bruine ga doen. En deze bewaar voor vakantie of zo. Ik weet niet. Maar ik vond het wel leuk om dit te kopen. Dus ja. En Monica de baby is geboren. Ik vind het echt een leuke naam. Althans, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Of het is Zara Lissy. Of Za. Nou, ik denk als ze Zara had gedaan, had ze toch wel S-A-R-A-H. Of ze nee. Ja, ik weet niet. Maar ik vind het echt een leuke naam. Lissy vind ik ook echt een leuke naam. Maar goed, we zullen vanzelf horen in de vlog hoe je het uitspreekt. En ik zei trouwens dat ik, nadat ik naar de Action was geweest, of dus nu Ethos dit ging doen. Maar ik dacht, dat is helemaal niet slim. Ik kan dit gewoon veel beter vanavond doen voordat ik ga douchen. Dan kan ik het gelijk van mijn smoel afvegen. Dus ik ga het vanavond doen, niet nu. Nu ga ik weer lekker op bed liggen en filmpjes kijken. Oké, we staan in de badkamer. Ik heb jullie even in de spiegel gezet, zodat jullie gewoon kunnen zien en zo. Want ik ga dit masker gebruiken. Of nou... Het is geen masker, maar het is gewoon mijn gezicht zo te maken. Want ik wil gaan douchen. En ik wilde dit doen voordat ik ging douchen. Dus even mijn ring af. En even kijken hoe het precies werkt. Want ik had het wel online gelezen. Maar het zijn een soort echt van die cupjes of zo. Weet je, waar je ook van dat rijst Nutella in kan kopen. Oké, ik ga even kijken hoe het werkt. Oké, hoe het werkt, het is trouwens... 30% korting die je krijgt en geen 20. De code die zet ik nu even in beeld voor deze. En de kortingscode voor, hoe heet dat, het masker, die zal ik eronder even neerzetten. Maar wat je dus moet doen, je moet aanbrengen op je gezicht. Je masseert het in waardoor je dode huidcellen loslaten. En daarna spoel je het gewoon weer af. Ik ga heel even een haarbandje in mijn haar doen. Omdat ik, ja, ik ga toch douchen maar alsnog. Even deze mooie roze doek in mijn haar. Ah, prachtig. Maar oké, ik ga het even openmaken. Dit is dus hoe het eruit ziet. Het ziet er echt super schattig uit. Roze kleurtje. Volgens mij is het ook heel jelly. Oké.
Eerst van de verpakking. Ik ga het gewoon op mijn gezicht doen. Ze zeiden op de plekken die je wil reinigen, maar ik ga gewoon heel mijn gezicht doen. Cool. Oeh, het ruikt naar bloemen. Wel een beetje naar de wc van mijn oma, maar het ruikt wel lekker. Oh, het is wel heel moeilijk om met je vinger dit te doen. Misschien had ik inderdaad dat kwastje moeten gebruiken. Oh god, ik voel echt dat er van die schilfertjes komen. Oké, jongens, het wordt wel een beetje een kliederboel. Misschien heb ik iets te veel aangebracht. Maar ik wil ook vooral hier zo bij mijn haargrens, omdat ik daar dus aan het vervellen ben. Oh, het is heel raar, want wanneer je over je gezicht gaat, wordt het heel ruw. Of dat zijn mijn dode huidcellen, dat kan ook. Oh my god, ik weet echt niet of jullie dit zien. Oh my god, zal ik het laten zien? Zien jullie hier al die rulletjes en die schilfertjes? Dat zijn dus mijn dode huidcellen. Het is zo raar. Oh my god, ook op mijn kin. Ik weet niet of mensen dit vies vinden om te zien, maar dan moet je maar even verder spoelen. Maar ik denk dus dat dit echt heel goed is ook om te doen voordat je in de zon gaat zitten. Want als jij gaat zonnen, dan worden al je dode huidcellen wel bruin. Heel leuk, maar oh my god. Oké, het grootste gedeelte van dat spul is er nu al af. Maar ik denk ook gewoon dat je het echt onder de douche moet doen inderdaad. Zeg maar dat er af was, want dat is gewoon een stuk makkelijker. Want bij mij zit het ook helemaal in mijn haar, omdat ik daar ook dode schilfertjes had en zo. Maar echt super chill is dit. Ik wist echt niet dat ik zoveel dode huidcellen had. Ik ga sowieso die dingen meenemen op vakantie. Zou hier ook echt sneller bruiner worden? Want die dode huid, eigenlijk is het gewoon een soort scrubbel of zo. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Ik ga zo meteen naar Keer toe. Het is nog best wel vroeg. Het is 10 uur. Ik wacht even tot Keer een appje stuurt. Want Keer ging haar nagels laten doen. En dan zou ik naar haar toe gaan. Want ze gaat morgen op vakantie. Maar ze wilde haar armen garst hebben. Dus dat ga ik zo meteen bij haar doen. En daarna ga ik eigenlijk heel de dag lekker, denk ik, op het dakterras liggen. En hopelijk bruin worden. Dus dat is de planning voor vandaag. Niet heel veel boeiend. Ik moet wel mijn haar nog even doen. Maar dat doe ik zo meteen wel. Maar als het goed is, komt straks mijn Savoe bikini binnen. Die had ik besteld. Ik hoop dat die past, want die maten daar zijn zo raar volgens mij. Ik heb gewoon een S besteld. Dus ik hoop echt dat het past. Hij zou tussen 9 en 12 binnenkomen. Dus hij zal vast wel binnenkomen als ik er precies natuurlijk niet ben. Maar mijn vader is thuis. Dus kan die hem gewoon aannemen. Maar ik ga nog even wat aan mijn haar doen. Want dit ziet er echt niet uit. Ik moet eigenlijk ook echt wassen. Maar ik ga morgen werken. Ik moet morgen werken zwemmen. Dus dan als ik het nu ga wassen, is morgen toch weer helemaal onder het chloor. Dus dan was ik het liever morgen na het zwemmen. Dus goed verhaal. Ik ga mijn haar doen. Oké, de bezorger is geweest. Ik ben nog niet bij Keer geweest. Hij was lekker op tijd. Ik ga nu even die bikini openmaken. En ik hoop zo erg dat hij past. Even kijken. Het is namelijk een hele leuke kleur. Een hele leuke blauwe. Het is deze. Ik denk dat je hem wel vaker bij mensen hebt gezien. Ik vind die kleur zo mooi. Maar die dingetjes zijn wel een beetje petit. Maar oké. Okay. Maar het ging ook vooral om mijn broekje. Want ik heb niet zo'n hele grote reet. Dus het moest er wel allemaal in passen. Maar ik denk dat het broekje wel... Ik denk dat het broekje wel moet passen. Hij ziet er wel heel mooi uit. Ik vind die kleur echt bizar mooi. Als je bruin bent, is deze kleur echt wel. Er zitten ook cups in, maar die kan je er wel uithalen. Ik heb hem dus in een maatje S besteld. En ja, ik ga hem even passen. Ik weet nog niet of ik het ga laten zien. Maar ja, op zich, ik ga op vakantie, ga ik ook vloggen. En dan loop ik ook heel de dag in bikini. Maar oké, ik ga hem even passen. Oké, ik laat het zien, maar wel even van een afstandje. Maar ik ben echt zo blij met deze bikini. Dus ik wilde hem gewoon laten zien hoe die stond. Die kleur is zo mooi. Als je bruin bent, is deze kleur echt geweldig. Hij zit wel, het topje had een maatje groter gekund. Maar ik kan ook die vulling er nog uithalen. Dus dan passen mijn boobies er iets mooier in. Maar ik vind het niet
lelijk staan of zo. Het is wel gewoon normaal of zo. Broekje is echt de perfecte maat. Hij zit echt goed gewoon. Hij snijdt ook niet of zo in mijn zij. Hij zit echt lekker. Hij zit bij je billen, zeg maar, iets meer in je billen. Dat ga ik niet laten zien, want dat vind ik wel een beetje... Maar oké. Okay. Ik wil wel nog even wat zeggen, want ik film mezelf natuurlijk nu in bikini en zet het op YouTube. Het is verder gewoon mijn eigen beslissing of ik dat wel doe of niet doe. Eerst had ik er wel een beetje moeite mee, maar weet je, op vakantie ga ik ook vloggen. Dan loop ik ook 24/7 in mijn bikini. En ik kan ook niet de hele tijd zo lopen daar. Dus ja, maar als je me tegenkomt op het strand of op mijn Instagram kijkt, zie je me ook in bikini. Dus waarom kan dat dan hier niet op? En ja... Ja, prima. Hou je mening lekker voor je wat je ervan vindt. Alsjeblieft, dankjewel. Maar ik ben gewoon echt heel erg blij met deze bikini. Kijk, je ziet die kleur nu ook echt heel erg goed. Deze kleur is zo mooi als je bruin bent. Oh my god. Ik kan niet wachten om hem te dragen. Ik ga nu naar Care toe. Ik neem mijn camera niet mee, want hij is nog maar 1%. Dus ik ga hem gewoon lekker aan de oplader leggen. Shirtje, H&M. Tasje, Michael Kors en gewoon mijn flare. Gewoon echt super simpel. Want als ik thuis kom, ga ik of in de tuin liggen als het lekker warm is. Het is nu nog een beetje... En even mijn kamer opruimen. Dus doei. Ik zit even in de kamer van mijn ouders en ik ga even zonnebrand opdoen. Want het is vandaag echt super lekker weer. Dus ik ga lekker heel de dag in de zon zitten. Dus ja. Even kijken hoor. Ik heb hier een spiegeltje. Ik ga voor de rest vandaag niks doen. Alleen maar in de zon zitten, denk ik. Als ik het volhoud, dan tenminste in de zon. En morgen heb ik mijn dag maar afgesproken. Maar dat is alweer voor de volgende week vlog. Oh. Ik ben zo bang. Kijk, deze weekvlog is volgens mij nog best wel leuk geworden. Maar ik ben zo bang dat de volgende weekvlog echt niks aan wordt. Omdat ik oprecht... Ja, morgen heb ik wel gezegd mijn dag maar. Maar dinsdag moet ik werken. Woensdag moet ik werken. Zaterdag moet ik werken. Dus ja. Maar ik hoop dat die wel een beetje leuk gaat worden. Ik wil ook deze week een video opnemen met mijn broertje. En die wil ik eigenlijk komende donderdag online zetten. Dus ik hoop dat hij dat met mij wilt. Maar ja. Dit dingetje trouwens is van de Forever 21, maar echt al best wel oud. Ik denk dat ik die echt al een paar jaar heb. Volgens mij heb ik die al 3 jaar of zo. Oké, ik heb echt veel te veel op mijn arm gedaan. Oké, het is 4:30 en ik heb eigenlijk gewoon heel de dag op het dakterras gelegen, lekker in de zon. Maar het wordt me nu echt wel een beetje te warm. Ik ging daar rond 11:15 liggen. En het is nu 4:30. Dus ik heb echt dik 5 uur in de zon gelegen. En ik ben echt klaar met de zon. Dus ik ga even lekker douchen. En zo meteen avond eten. Maar ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. En ja, dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer. Doei!